En welkom terug bij Affiche. Speciaal voor de European Magic History Conference wordt de Gent-seminar tot epicentrum van de hedendaagse schamotteurs betoverd. In augustus kan je terecht voor Magic Minar, een unieke beleving die bewijst dat magie van alle tijden is en de oude trucken van de voor meer zijn dan ze op het eerste zicht lijken. En bij ons een select gezelschap van magische ambassadeurs, Kobe van Herwegen, welkom. Dank je wel. Jonas de Bruin en Nicolas Martens. Jij was ook al eens bij ons te gast. Jij ook al. Jij bent volledig nieuw jong talent, veronderstel ik dan. Ja, inderdaad. Maar mensen kunnen jou ook kennen van... Belgium's Got Talent, onder andere. Dus ook geen onbekende. En ik noem jullie nu wel ambassadeurs, of mag ik schamotteurs zeggen? Van waar komt dat woord komen? Ja, het is zo'n mooi woord, schamotteur. Ja, ik las pas op een affiche ook nog verwonderaar. Aha. En dat vond ik nog een mooi. Dat is ook wel mooi, hè? Uw eigen verwonderaar noemen, dat geeft hoop soms in barre donkere tijden. Ja, want ik had er zo'n beetje een loes gevoel bij, als je dat woord schamotteur... Bij schamotteur wel, ja. Het is zo meer bedriegen en is die man wel te vertrouwen? En een goochelaar is eigenlijk wel te vertrouwen. Ja, maar het blijft toch er altijd een beetje rondhangen. Ik moet zeggen, ik ken jullie nu al een beetje, dus ik ben niet meer zo onwennig. Maar als je goochelaars in de buurt hebt, dan denk je toch, ik word belazerd. Waar is je portefeuille? Die heb ik voor alle veiligheid niet meegebracht. Ik betrouw het niet, maar is dat ook iets wat ze bij jou zeggen? Als je zegt, ik ben met magie, met goochelen durf ik het bijna niet noemen, want dat klinkt dan ook weer zo... Hè? Vaak aan het begin van een show hoor je wel van, oh, pas op, heeft iemand iedereen zijn portefeuille nog en zo. Dus dat wordt wel vaak geassocieerd met het goochelen. Maar als ik iets deel, geef ik het altijd terug. Ah, dat is wel mooi. Dus. Dat is een bekentenis die jou je leven gaat achtervolgen, hè? Dat weet je toch? Ja, zeker. Ja, maar dat is ook een goede bekentenis. Maar bij jou, jij bent er ook al aan gewend? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Het is ook iets van alle tijden. Ja. Hè? We moeten toch weten dat vroeger, bijvoorbeeld op de Sint-Pietersplein, waar de vooraan was, waar de voren waren. In Gent? Hè? In Gent, dat daar de mensen rondliepen. En waar ook natuurlijk de goochelartiesten op het plein rondliepen. En waar zij trucs deden met de mensen en waar zij soms ook wel de mensen verleiden tot mysterie. Ja. Dus het zit ook een beetje in onze ziel. En dat is wat we met dit project ook zeker naartoe willen, om dat te herontdekken eigenlijk. Ja. En is dat hetgene wat jullie aantrekt in magie? Weet je nog wat je ooit getriggerd heeft, Kobe? Om dit te gaan doen? Het onmogelijke mogelijk kunnen maken. Het wonder echt kunnen realiseren. Met de mond open kijken van wat gebeurt er hier? En dan... terug in Sinterklaas geloven. Eigenlijk is dat heel mooi. Bestaat die niet echt dan? Ik weet niet wie dat er nu kijkt, maar ik geloof er nog altijd in. Ik bedoel, we gaan toch niet twijfelen aan Sinterklaas? Nee, maar niks is zo mooi als volwassenen in het publiek terug kind zien worden doorheen de voorstelling. Ja. In het begin argwanend kijken van die goochelaar gaat mij niet liggen hebben en op het einde van de rit daar helemaal in meegaan. Ik denk dat dat mooi is. Ja. Ook het mooie aan theater en andere kunstvormen. Het unieke moment ook, hè? Ja. En hoe begin je er dan aan, Jonas? Ben je dan naar iets aan het kijken op televisie en denk je, ik wil het weten, ik ga het proberen, ik ga zoeken? Of, Bij mij was het goochelen eigenlijk in het begin een soort van manier om te ontsnappen aan de realiteit in moeilijke periodes bij mij dan. Mm-hmm. En dat was gewoon een wereld waarnaar ik kon ontsnappen en zeg maar alles zelf creëren, want alles was mogelijk. Jij werd de enige die besliste waar kon en niet kon. Ja. En dat vind ik ook zo mooi aan het goochelen van, er zijn geen regels, er zijn geen limieten, het is gewoon je inbeelding zelf, dat is de enige limiet eigenlijk die er is. Dus je kunt zoiets mooi creëren en je publiek, zoals Kobe zegt, daarin meetrekken. En zoals hij ook heeft verteld van het mooie is als het op het einde van de echt eigenlijk gewoon iedereen mee zit in uw verhaal en daar echt vol van kan genieten, zelfs de mensen die in het begin zeer sceptisch waren of zo. Ja, maar het is wel extreme creativiteit, want het moet voor de mensen lijken alsof het echt gebeurt, terwijl je, moet er daar eerlijk in zijn, toch een beetje lucht verkoopt. Ja, dat klopt. Luchtverkopen is ons vak, maar luchtverkopen op een goede en verbazingwekkende manier is een zoektocht, hè, waar dat elk van de artiesten een andere soort van oplossing voor heeft. En waar dat we tijdens de voorstelling ook graag al die verschillende artiesten aan het werk laten om te tonen hoe zij dat interpreteren en willen opvoeren voor een publiek. Ja, want bij jou is het een echte passie ook, hè? Net zoals bij jullie, maar jij bent een beetje het boegbeeld van Mystery Lab. Wat moeten we er ons bij voorstellen? Lab, dan denk ik, maak het nog een beetje erger. Mystery is al zo raar en dan nog lab erbij. We proberen het mysterieus wat op te drijven, maar wat wij eigenlijk doen is, wij maken met onze vereniging, wij zijn een VZW, een Gentse VZW. Van schamotteurs? Van schamotteurs, inderdaad, maken wij projecten. Uh-huh. Met die projecten proberen wij aan de mensen te tonen wat illusie is, maar soms ook wat zich achter de coulissen van die illusie afspeelt. En wat doe je daar dan mee? Is dat onderzoek of wat? Ja, dus wij in onze projecten werken wij samen met onderzoekers, bijvoorbeeld Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, omdat zij vanuit de wetenschappelijke hoek ook het illusievak bekijken en beredeneren, bestuderen, ook het historische aspect daarvan. En met hen maken wij projecten
Waaronder ook dit project. Andere projecten zoals de Erfgoeddag hebben wij ook gedaan. Mm-hmm. Zo kunnen de mensen alle kanten van het illusoire eigenlijk benaderen en zich laten verbazen erdoor. Zit daar nog evolutie in de magie? Of is het wat het is dat opnieuw wordt in een andere verpakking gestopt? Of kan je er nog paden mee bewandelen die nog niet gekend zijn? Ja, toch zeker. Omdat we toch heel wat technische revoluties kennen vandaag de dag. En eigenlijk een 100-150 jaar geleden was het net hetzelfde. Toen werden dingen bedacht die de mensen niet begrepen. Die vele goochelaars ook in hun voorstellingen hebben ingekanteld om de mensen te verbazen. Mm-hmm. En natuurlijk, deze evolutie kennen we vandaag ook. Waar toch heel veel dingen in beweging zijn. En ook deze zaken vinden weg in het repertoire van de beste goochelaars. Mm-hmm. En in augustus verzamelen alle Harry Potters van Europa zeg maar in Gent. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Het wordt gevaarlijk in Gent dus, Kobe. Het wordt gevaarlijk of verwonderlijk, hoe dat je het ook wil noemen. Ik ga voor de beide. Het is zeker toegestaan. Het zal volgens amateurs zitten. Trouwens ook een typisch Gents woord. En niet uitzonderlijk. Een afgeleide van het Franse escomateur. Wat letterlijk goochelaar betekent. Ja, dus het zit allemaal toch wel een beetje verweven met elkaar. Hè? De lage landen en magie, dat is gewoon één. Ja, maar we mogen veilig de straat op. In die periode dat al die Harry Potters, zal ik ze maar even noemen, rondlopen in Gent. Ik zou aanraden om je schoonmoeder mee te nemen als je er eindelijk vanaf wilt zijn. Ja. Wegtoveren, gratis en voor niks, tijdelijke actie in Gent in de Minaar. We gaan er zo dadelijk verder over hebben. Dus je kan al even diplomatisch gaan nadenken of je zegt kwijt wil. Want dan moet je alvast deze datum noteren. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. Bij ons nog altijd de scamoteurs verzameld rond de tafel. En ik zei het al, de Minaar in Gent, daar verzamelen alle Harry Potters. Wat is dat voor iets? Ja, dat wordt toch eigenlijk de climax die we daar zien van de conferentie die we hebben lopen. In de Minaar Schouwburg wordt er een voorstelling georganiseerd waar wij de beste artiesten van België hebben uitgenodigd om het beste van hun kunsten te tonen. Een beetje als eerbetoon voor de vele goochelaars en illusionisten die in de tijd de Minaar Schouwburg betreden hebben, want er waren er heel wat. Ja, de Minaar heeft een roemrijk verleden, hè, Kobe? Ja, het is hallucinant. We hebben voor dit congres en voor deze voorstelling onderzoek gevoerd in de Boekentoren van Gent. Die hebben daar het archief van de Vliegende Bladen. En de namen die we allemaal hebben teruggevonden uit de grote goochelgeschiedenis die daar hebben opgetreden. Ja, Gent fungeerde echt als een doorreisstad. Ja. En hoe dat ze zich konden verkopen in wondere woorden en met wat voor wetenschappelijke middelen. Magnetisme op het podium, elektriciteit op het podium. Is wel wat gebeurd. Hallucinant. Ja. En we zijn heel blij dat we samen met de Universiteit van Gent en Antwerpen een onderzoek hebben kunnen voeren. En al die vergeten namen eigenlijk toch terug een leven hebben kunnen geven. We hebben dat terug proberen te schetsen. En heb je daar een boek over gemaakt? Daar komt een boek van. Ik dacht het. Nee, inderdaad. Ik dacht als Kobe van Herwegen iets weet, en we zijn er dankbaar om. Ik heb hier nog wat liggen, maar dat is voor straks. Ja, die heb je trouwens ook geschreven. Ik weet niet of je dat... Op een nachtje of 110. Maar er komt dus een Minaarboek aan. Ja, samenhangend met die voorstelling waar dat we de hedendaagse goochelaars onder het zaallicht zetten en voor het voetlicht laten treden, geven ook die oudere goochelaars terug een tweede leven. En via een boekvorm dan waar we een twintigtal affiches hebben. En elke affiche is de kapstok om die hun leven eigenlijk uit de doeken te doen. En ook de tijdperiode van toen. Ja. Hoe gingen mensen toen naar het theater? Hoeveel kostte dat? Ja. Ja. En wat was die ervaring? Ja, maar en je raakt het nu aan. Is het ook vandaag niet anders kijken naar magie? Ik denk als die vroeger langskwamen in de Minaar en ze zagen het, ja, was vaak voor de eerste keer. Maar nu op social media, YouTube, ik moet het jou niet vertellen, jouw generatie zit daar volledig op. Ja, klopt. Magie is veel toegankelijker geworden. Maar ik denk dat er nog steeds wel echt een heel groot verschil is tussen als toeschouwer dan, dus als leek zeg maar, om magie te zien op social media. Ja. Waar het ook vaak minder goed wordt uitgevoerd of uitgelegd of dat soort zaken. Dan is er nog steeds een groot verschil met het echt zoals wij gaan tonen in de Minaar, om het daar echt live te komen bewonderen. Want ik denk, magie is niet enkel iets zien, maar het is ook gewoon een gevoel dat je krijgt. En dat gevoel heb je echt enkel als je het live meemaakt en echt in de zaal zit en deel bent van de experience, zeg maar. Ja, en jij bent een groot in wording. Dat voelen we nu al, dat hebben we ook al gezien. Maar loop jij daar dan toch een beetje rond, zoals in Disneyland? Zo van, oh, wow, hey, al die bekende grote namen komen rondom jou? Ik heb heel veel goochelaars waar ik zelf nog steeds naar opkijk. Dus ik ben vooral eigenlijk bezig met constant te blijven leren. En ik leg ook zoveel mogelijk contacten met andere goochelaars. Bijvoorbeeld andere bekenden in onze stijl. Waar ik zelf naar opkijk om daar dan samen dingen mee te gaan uitwerken. Ook te laten zien van, gewoon van, hey, dit ben ik. Ja. Dat is wat ik doe. In de hoop om ook opgemerkt te worden. En gewoon,
alles met het oog op zelf te verbeteren en ook gewoon de goochelkunst in het algemeen naar een hoger niveau te brengen. Ja, dat is en zo ook over de generaties te tillen, want ja, je zit al oudere mensen rond de tafel. Ja, maar het is goed. Het is ik goed. Wou dat toch even nog wijzen. Ja, merci. De clash van de generaties. Nee, we hebben voor Jonas gekozen omdat we tonen in die voorstelling het kruim van de Belgische goochelwereld. Gilly kennen we allemaal, die treedt op. Jack Cooper, een man uit Brussel, maar ook fantastisch goed. Maar grote namen wel, hè? Ja, een Nederlander Frits, dat is de volgorde van de woorden. Maar we dachten ook, we moeten jong talent de kans geven om op het podium te staan. En dan kwamen we gewoon direct bij Jonas. Ja, ja. En het is in het Engels dat de voorstelling gebracht wordt. Dat is wel handig om te weten, maar niet een drempel om niet te komen, denk ik. Nee, omdat het congres Engelstalig is, zal de voorstelling ook in het Engels zijn. De voorstelling is eigenlijk zoals vroeger een aaneenschakeling van verschillende acts. Bekijk het als Belgium's Got Talent. Je gaat allerlei verschillende acts zien. Sommige acts zijn op muziek, sommige zijn gesproken. En degene die gesproken zijn, dat zal in het Engels zijn. Bonte avond vol verwondering. Ja. Zo kan je het omschrijven. Ja, zeker en vast. Magic Minaar. Absoluut. Ja. Ja. En Kobe schrijft af en toe een boek. Ik denk dat je er eigenlijk als groep van schamoteurs maar alleen dankbaar om kan zijn, denk ik. Ja, het is zeer leuk om samen zo'n projecten te maken. Om toch een stuk vergeten geschiedenis in onze achtervelde stad tot leven te laten komen. Mm-hmm. Dat is een werk van zeer lange adem, maar een zeer nobel werk. Waar wij iedereen voor willen bedanken. Ja. Kobo voor zijn werk, maar ook de universiteiten die ook heel veel onderzoek hebben gedaan. En die ook die rijke traditie in Vlaanderen toch ook een beetje in een internationale context, want ze worden ook vertaald, hè? Ja, dus dat is wel leuk. Ja, sommige boeken worden inderdaad vertaald. En ik voel hier de magie zitten. Mm-hmm. Het zou me niets verwonderen als je straks ze laat vliegen of zo. Ik ben een beetje wantrouwig. Ik laat ze de winkelrekken uitvliegen, Mark. Maar je hebt er twee. Je mag er dan eventjes toch, omdat we er zo dankbaar om zijn. Je hebt een boek over Ronaldo. Circus Ronaldo, Caravaan der Verwondering. Circus Ronaldo, de geschiedenis, die bestaat 50 jaar. En dat vroeg om een boek die heel hun geschiedenis van het prille begin in kaart brengt. Ja. Samengemaakt met de familie zelf. En zoals je zelf weet, ook een verwonderlijk circus. Voilà, een bewonderenswaardig initiatief trouwens nog altijd dat ze het staande houden. En ook een van onze grote ambassadeurs zijn in het buitenland. Hè. Ja. En iconen die niet ondergesneeuwd waren, want daarvoor zijn ze te groot. Gaston en Leo. Het is iets helemaal anders. Iets helemaal anders. Daar was gewoon nog geen boek over geschreven. Ja. En ik kwam zoveel informatie tegen dat ik dacht, daar moeten we een boek over maken. En heel een carrièreoverzicht staat daarin. Het is niet alleen een boek, er komt ook een voorstelling. Maar daar gaan we nog niks over vertellen. Daar kom je voor terug. Ja. Ja. Met de cast van... Gaan we regelen. Maar in elk geval, je hebt nu over je boek mogen praten. Je hebt over jouw vereniging mogen praten. Jij hebt over jouw talenten mogen praten. Maar dan wil ik ze toch ook wel eens zien. Dat is een beetje een ongeloofwaardigheid van... Of het niet geloven door die oude mannen natuurlijk. Kan jij zomaar iets... paf, out of the blue met ons uithalen? Ik denk dat dat wel moet lukken. Ja? Normaal gezien heb ik altijd een foto in mijn portefeuille. Ja, klopt. Kijk, ik heb hier namelijk een foto meegenomen van mezelf als kind. Van toen ik heel jong was. Als mijn geboortefoto. Staat er stralend dus op, een stralende baby. Ja, toen wel nog. Ja. toen was het nog allemaal oké. Okay. Pas later ging het fout, willen zeggen. Het begon toen al. Maar dat was eigenlijk het moment waarop ik begon te dromen over dingen die ik wilde bereiken. Ja. Natuurlijk waren er heel veel dingen waar ik zelf nog niet over kon durven dromen, zoals onder andere de voorstellingen die ik dankzij Kobe en Nicolas mag meedoen in de Minaar. Ook bijvoorbeeld Belgium's Got Talent, dat was een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt, waar ik dan tot in de finale ben geraakt. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal stukjes die mij hebben gebracht tot wie ik nu ben. Ja. Wat ga je nu doen met die mooie foto? Opvouwen in vier. Nu, ik heb hier ook een stift meegenomen. Ja. Ik zou je willen vragen, ik ga die stift even aan jou geven. Ja. Dankjewel. Hier de foto, uw naam of uw handtekening op willen zetten, zodat we zeker zijn dat ik die straks niet meer kan wisselen. Ik zal er in grote letters Mark op zetten. Ja, maar ik was niet zo'n mooie baby, hoor. Dus het is wel verwarrend voor de mensen nu. Heb jij graag die pen terug? Ja, ik zal hem straks wel nemen. Je mag hem even laten liggen. Voilà, dus de foto met Mark, zijn naam erop. Zo. Nu, het ding is, zoals ik zei, ik nam dan deel aan Belgium's Got Talent. Dat was een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan. En toen ik daar in de finale zat en uiteindelijk bleek dan... na maandenlange voorbereiding, zoveel werk, zoveel energie daarin gestoken te hebben. Toen ik niet was gewonnen, leek het wel even alsof mijn dromen uit elkaar vielen. Maar nee, je maakt die foto kapot. Ja. Vier stukjes. Ja, zie je het? Mark, ik zou je willen vragen, ben jij rechtshandig, linkshandig? Ik ben rechtshandig, onhandig? Ja. Allebei. Rechtshandig en onhandig. Zou je rechterhand willen openen? Ja. Ik ga de foto even hier leggen en je mag de hand sluiten. Okay? Je mag de hand goed rond de foto laten. Nu, u heeft vier stukjes. Ik betrouw het niet. U heeft vier stukjes van die foto vast. Ja? Ja. Mag je iets dichter komen? Niet.
Daar gaat mijn huid. Ik hoop dat je goed verzekerd bent. Je weet niet wat een presentator kost. Nee, het ding is, het belangrijkste wat ik eigenlijk heb geleerd toen was dat niet altijd alles zal gaan hoe je het wilt. Maar dat heeft mij toch gewoon verder gemotiveerd en aangezet om nog meer zottere illusies te creëren. Ja. En zelf zeer onverwachte dingen. Zou je hand eens willen openmaken? En laat maar zien. Dat zijn 4 stukjes. Dat was dus het moment dat ik zot ben geworden. En wat bedoel je? Het is toch fantastisch hoe dat weer aan elkaar hangt? Ja, maar wel iets anders dan verwacht. Maar ja. Dat is een souvenirtje voor u. Met voilà, het is een unieke dus. Ja, klopt. Voilà. Ja, af en toe moeten we toch eens gaan kijken dan naar Gent om ja, te zien wat er daar gebeurt. Voilà, dat is een voorproefje van de unieke illusies. Ik vind het wel fantastisch. Ik vind het op zich een prestatie, want kijk, er is niks te merken dat je het gescheurd hebt. En ik stond in vuur en vlam. Alleen maar bewondering. Wat zeggen jullie daarvan, van dat jong talent? Ja, komen kijken naar de voorstelling. Dan zie je hem live op het podium. Zal hij nog grootste dingen doen. Het belooft echt de moeite te worden. Ja, super. Gaan we komen doen. Ik wens jullie heel veel succes met de conferentie, zeg maar. Met het schrijven van de boeken. Het levend houden van een lange traditie. Het werken aan een lange carrière. Jullie hebben allemaal een zeer duidelijk doel. En vooral, we gaan komen kijken. Op zaterdag 26 augustus kan je dus in de Gent-seminar naar Magic Minar. Een evening of wonders. Een avond vol verwondering, verbazing en opgewekte nieuwsgierigheid. En voor meer info surf je naar minaar.be. En wie echt in de ban van de magie wil geraken, moet maar eens gaan rondneuzen in emhc2023.com, waarbij de afkorting staat voor European Magic History Conference. emhc2023.com dus.